Vooraleer ik jullie meer vertel over waar je rechtenvrije bronnen kunt vinden, wil ik jullie eerst even iets meer zeggen over auteursrecht. Alles wat iemand gemaakt heeft, daar berust een zekere tijd auteursrecht op. Het is zo dat het huidige auteursrecht staat dat auteursrecht blijft gelden tot 70 jaar na de dood van de auteurs. Dus dat kan heel lang zijn. Zodra dat aan die voorwaarden voldaan is, komt materiaal in het publieke domein en dan mag iedereen het zonder auteursrecht gebruiken. Dus dat is publiek domein. En dat is de copyright-wetgeving. Nu, heel veel mensen online zijn daar eigenlijk een beetje beginnen tegen ageren. En die hebben de copyleft-beweging opgestart. Dat is eigenlijk een beweging waarbij dan makers zelf aangeven van kijk, je mag, mits bepaalde voorwaarden, mijn materiaal, mijn muziek die ik gemaakt heb, mijn tekst die ik geschreven heb, mijn foto's die ik gemaakt heb, je mag die gaan gebruiken. Dat is de copyleft-beweging en die werken met de Creative Commons licenties. Creative Commons, dan heb je 6 verschillende licenties. De meest vrije licentie is die waar dat enkel gevraagd wordt dat je de auteur, de oorspronkelijke auteur, credits geeft in de vorm van naamsvermelding. Dus ziet het er zo uit. Dus dan moet je eigenlijk gewoon, als je het originele document gebruikt hebt, verwijzen naar de auteur. Dat is de meest vrije. Iets meer strikter is de, CC BY SA. Want die stelt dat als je Creative Commons materiaal van die auteur gebruikt, dat je dan ook je eigen materiaal opnieuw via Creative Commons moet vrijgeven. Dus stel, een muzikant maakt een liedje met Creative Commons BY SA licentie en jij gebruikt dat liedje voor een film, dan moet je die film ook weer openstellen via de Creative Commons BY SA licentie. En dus dan wordt gesteld van, je moet dezelfde vrije licentie of nog een vrije licentie. Je zou even kunnen zeggen, kijk, bij mij moet niet SA. Maar dat is om ervoor te zorgen dat mensen zelf die Creative Commons materiaal gebruiken, zelf ook binnen die filosofie werken. Een, in mijn ogen nog striktere, want voor mij is dat geen zo'n probleem. Ik gebruik vaak Creative Commons materiaal. En om mijn eigen materiaal dan weer Creative Commons te zetten, is voor mij niet zo'n probleem. Dit is voor mij iets striktere. Die zegt, die stelt dat je niks mag doen met het originele materiaal. In die zin, stel het is een foto, dan mag je die niet gaan bijsnijden of de kleuren aanpassen. Maar in de heel strikte zin mag je eigenlijk ook bijvoorbeeld een liedje niet gaan gebruiken in een filmpje of dergelijke meer. Je mag geen afgeleide werken maken van het originele werk. Dus dat is wel een vrij strikte. Dan heb je er één die aangeeft dat je het niet commercieel mag gebruiken. Dus ja, je mag alle Creative Commons materiaal van die persoon gebruiken, maar niet voor commerciële doeleinden. En dan heb je een paar combinaties. Hè, bijvoorbeeld waarbij je naamsvermelding moet doen, maar ook niet commercieel gebruiken. En gelijk delen, dus via opnieuw via Creative Commons verdelen. En dan de meest strikte van allemaal, die zegt dat je niet commercieel mag werken en ook geen afgeleide werken. Dus dat zijn de 6 Creative Commons licenties die je kan terugvinden.